Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners. Nu en in de toekomst, op elke locatie. Zorg die aansluit bij de wensen van kwetsbare verpleeghuisbewoners. Daar draait het om. In 2014 brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg een kritisch rapport uit over de kwaliteit van de ouderenzorg. Verpleeghuizen beschikken niet over voldoende kennis en vaardigheden om te voorzien in de zorgbehoeften van de bewoners. Wanneer in februari 2015 een breed plan voor verbetering van de kwaliteit van verpleegzorg wordt gelanceerd, Waardigheid en Trots, doen 168 verpleeghuizen en 700 locaties mee en verbeteren de kwaliteit van hun verpleeghuiszorg. Vervolgens zetten Hugo Borst en Karin Gamers in oktober 2016 de politiek opnieuw op scherp met hun manifest Scherp op Ouderenzorg. In samenwerking met de sector wordt een nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg opgesteld en in januari 2017 geïntroduceerd. Bij dit kader draait alles om het verbeteren van de zorg voor verpleeghuisbewoners. Er staan aanbevelingen in om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken, om zo meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan bewoners. Om dit te realiseren wordt de komende jaren structureel 2,1 miljard euro extra geld beschikbaar gesteld. De kerngedachte achter dit kader is dat het in de verpleeghuiszorg draait om kwaliteit van leven van de cliënt. En daar hoort een persoonsgerichte wijze van zorg en ondersteuning bij. Daar hoort ook bij dat je verantwoordelijkheid neemt om samen te gaan leren en te verbeteren. De inzet van extra medewerkers in de dagelijkse zorg en de inzet van zorgtechnologie zorgt er meteen voor dat er meer tijd en aandacht is voor de bewoners. De beweging van de sector naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg wordt versterkt. Voor alle bewoners, nu en in de toekomst en op elke locatie. Regels en pegels of programma's en wetten of budgetten, die zorgen er niet voor dat die zorg beter wordt. Uiteindelijk zijn dat toch jullie. En er worden resultaten geboekt. Het aantal medewerkers groeit. De verpleeghuiszorg wordt ook echt beter. Er is ruimte voor vernieuwing. Ik heb twee locaties die in verschillende fasen van projectwaardigheid en trots bezig zijn. De eerste is afgerond en de tweede zijn we net mee gestart. En dat heeft enorm veel opgeleverd in anders kijken naar de zorg. We zijn hier bij ons Bruin Café. Wij hebben deze afdeling ingericht zoals het leven ook is. Mensen bezochten vroeger vaak het café. Eigenlijk niks is hier te gek. Elke vraag die er komt wordt serieus naar gekeken. En overal gaan we dan toch proberen om er een oplossing voor te bedenken. In het land groeit de waardering over de inzet van alle medewerkers. Samen zijn we op de goede weg en blijven we verder gaan met het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Zodat alle bewoners van de verpleeghuizen straks de zorg en aandacht krijgen zoals deze bedoeld is in het kwaliteitskader.